Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Hou je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Volgens de homeopathische overtuiging is een mens gezond wanneer hij lichamelijk, geestelijk en spiritueel in balans is. Wanneer een van deze aspecten uit evenwicht raakt, Word je ziek? Ziekte wordt beschouwd als stilstand. Je kunt ziek worden door verschillende oorzaken. Heel direct doordat je bijvoorbeeld van de trap valt en je pols breekt. Maar ook wat minder voor de hand liggende redenen kunnen voor ziekte zorgen. Bijvoorbeeld wanneer je een geliefde verliest en daardoor een emotionele klap krijgt. Het sap van de bloeiende kamille staat bekend om zijn kalmerende eigenschappen. Het is dan ook niet vreemd dat camomilla voorgeschreven wordt aan patiënten met emotionele klachten, zoals slapeloosheid. Ook bij overgevoeligheid voor pijn en alle varianten van tandpijn, zoals het doorkomen van tandjes bij baby's, is camomilla het juiste middel. De klachten van de patiënt verminderen wanneer hij of zij in een warme omgeving verblijft, maar verergeren bij kou en frisse lucht. Bijna iedereen heeft eens last van hoofdpijn. Hoewel er veel verschillende oorzaken kunnen zijn. Wanneer de hoofdpijn veroorzaakt wordt door zonnehitte of koorts is Belladonna het geschikte geneesmiddel. Wanneer je last hebt van hoofdpijn als gevolg van een kater, kun je het best Nuxfomica nemen. Wat complexmiddelen betreft bestaan er eigenlijk geen specifieke producten die hoofdpijn verhelpen. Als hoofdpijn een symptoom is van een andere klacht, dan kan het verstandig zijn om een middel te zoeken dat tegen die klacht helpt. Vaak verdwijnt de hoofdpijn dan ook. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl